vastgoed kopen met je eigen geld of met geleend geld? Dat is waar deze video over gaat. Let's go! Mijn motto is, met geld kun je geld maken. Aan de andere kant, is dat een motto of is dat gewoon iets wat waar is? Dat is natuurlijk de vraag van deze video, want je moet nagaan. Vastgoed is best wel kapitaalvermogend. Je hebt best wel wat kapitaal voor nodig om vastgoed te kunnen aanschaffen. Dus de vraag is, moet je zelf eerst tot 100.000 euro sparen voordat je begint met vastgoed gaat kopen? Of zelfs 2 ton? De meeste mensen hebben geen 2 ton op een bankrekening staan voordat ze beginnen met vastgoed. En toch is het mogelijk om met relatief weinig geld te beginnen in vastgoed. Maar de vraag is dan, hoe werkt dat precies? Nou, ik geef je een voorbeeld. De bank vraagt in principe, dan praat ik over een beleggingsbank, de bank praat in principe over de 30-70 regel. Dat betekent dat je 30% eigen inleg nodig hebt, 70% kun je bij de bank lenen en daarmee kan je een vastgoedpand aanschaffen. Nou, dus heb je een pandje van 150.000 euro. Ja, dat betekent dus dat je ongeveer 45.000 euro zelf moet meenemen en 105.000 euro kun je lenen bij de bank om een pandje van 150.000 euro te kopen. Het eerste wat ik altijd krijg is, Lucas jongen, 150.000 euro pandjes, die bestaan niet eens meer. Nou goed, die discussie, andere discussie voor een andere video. Voor nu, hoe werkt het nou? Moet je dan altijd zorgen dat je 30% eigen geld hebt? Ja, dat moet, want de bank wil dat graag zien. 70% legt de bank bij, dan wil de bank de risico met het onderpand van het pand hebben. Dat is wat de bank wil. Een soort van, weet je, risicobescherming. Mocht er wat geks gebeuren, hebben ze altijd nog het onderpand. Maar die 30%, in theorie zou je dat kunnen lenen bij andere mensen. Dus je kunt je vader, je kunt je moeder, je kunt je opa, je kunt je oma, je kunt je tante, je kunt je oom. You get the idea. Dan kun je in principe ergens anders lenen, zolang het maar op jouw rekening staat, het moment dat jij het geld gaat lenen bij de bank. Dan zegt de bank, yo, doe maar die 45.000 euro eens, laat zien dat je dat hebt. En zolang je dat hebt, nou, dan zegt de bank, helder. Jij kunt in principe dit pandje kopen. En wij lenen je de 70%. In dat geval zou het helemaal betekenen dat jij dus volledig op vreemd vermogen, hè, dus op OPM, Other People's Money, dat je op andermans geld een pand op jouw naam krijgt. Jij draagt het risico, jij draagt daarmee ook de winst. Maar dat is wel volledig om op andermans geld vermogen te kunnen worden. Nou komen we bij de vraag, is dat slim? Is het slim? Zou ik het doen, zeg maar? Ja, in mijn geval, in het geval hoe wij vastgoed beleggen, is het antwoord nee. Wij beleggen niet met volledig vreemd vermogen. Waarom doen we dat niet? Nou, je hebt natuurlijk het risico van de hypotheek. Die 70% die je van de bank leent, die moet je al iedere maand betalen. Laat staan ook nog eens de mensen waarvan je het geld hebt geleend. Dat betekent dat je dubbel risico hebt. Je hebt 100% geld elders vandaan gehaald om jouw vastgoedpand op jouw naam te zetten. Ik snap het. Dus jij bent degene die de risico's vangt, maar ook de voordelen ervan vangt. Zolang het allemaal goed gaat. Maar mocht er in één keer, stel dat je 10 van zulke pandjes hebt, stel dat er in één keer aantal panden misgaat, ja, dan vallen ze allemaal als domino stenen. Ja, en aangezien je nergens eigen vermogen in hebt zitten en alles geleend is, ja, dat is best wel een beetje risicovol. Dus vandaar zou ik zeggen, joh, weet je, misschien is het toch een idee om wat bescheidener, hè, dus minder risicovol te beleggen. En daarmee ook wellicht wat minder winsten te kunnen pakken. Hè, omdat je dus wel je eigen vermogen erin moet stoppen, wel er hard voor moet werken voor het geld. Ja, dat betekent dat je iets minder krijgt, maar dan loop je ook iets minder risico. En uiteindelijk is onze taak, zodra we aan het investeren zijn, gecontroleerde risico te hebben. En daarom zeg ik altijd, 100% OPM? Ja, I don't know, you know, if that's a good idea. Ik weet het niet. Ik zeg altijd, er is een reden waarom de bank zegt 30-70, laten we houden aan die regeling. Voor nu, mocht je interessant vinden om zulke video's meer te zien, klik natuurlijk op de abonneerknop en kijk of er nog leuke video's voor jou zijn. Voor nu, kalm aan, hoi hoi.